ga vandaag wat filmen voor de film die ik aan het maken ben. Ja, weet je, ik kan wel iedere keer zeggen, ik ben bezig met een project. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Chrisja. Het is zaterdag. Ik heb echt de hele week überhaupt niet eens aan mijn camera gedacht. Ook al. Ja, bijna niet aan mijn camera gedacht in ieder geval. En nou ja, ik heb een hele zachte omslagdoek om me heen. En het is een hele bijzondere omslagdoek. Nou ja, bijzonder is misschien niet het goede woord. Het is in ieder geval van een merk waarvan zij weven het stof op een andere manier, waardoor het warmer blijft, maar het dus ook bijvoorbeeld geen het neemt al het vocht op en het laat het ook weer los. Dus zij deed een voorbeeld met een washandje. Dus het washandje van haar neemt al het vocht op en een normaal washandje dat is gewoon op een gegeven moment dat het geen vocht meer op kan nemen. En ze hebben er ook beddengoed van en zo en dat krijg ik voor mijn verjaardag. Maar ja, ik weet niet, ik ben helemaal verliefd op mijn deken. Omslagdoek, het is geen deken. En ik heb ook echt een kleur. Mijn moeder zegt tegen me van, ja, weet je zeker dat je die kleur wil? Want je kan hem ook in zwart nemen. Dat past overal bij. Maar eigenlijk, buiten het feit dat het mijn favoriete kleur is, is het ook deze kleur prima. En hij past goed in mijn kamer. En verder, ik ga vandaag wat filmen voor de film die ik aan het maken ben. Ja, weet je, ik kan wel iedere keer zeggen, ik ben bezig met een project. Maar het is onzeker en zo. Dit is niet onzeker. Ik ben gewoon een film aan het maken. Het is een heel lang project. Het gaat dus ook nog wel heel even duren. Heel even behoorlijk lang duren voordat hij online komt. Maar hij gaat wel online komen. En nou ja, ik probeer hem zo perfect mogelijk te maken als dat mogelijk is. En ja, dat ik hoop dat dat terug te zien is. Uiteindelijk in het uiteindelijke resultaat. En daarbij ben ik op dit moment ook bezig met een nieuw Halloween boek. En over boeken gesproken. Hebben jullie Ga niet weg al gekocht? Link zit in de beschrijving. Geweldig boek over een meisje met een depressie. Door mij geschreven. Oké. Ja, ik weet niet. Niet helemaal mijn ding om het op deze manier te doen. Maar in ieder geval, ben je nieuwsgierig? Ga kijken in de beschrijving. Klik de link aan. Daar staat ook waar het boek over gaat. En hij is ook te koop bij bol.com en bij de boekhandel. Dus bij de boekhandel is die te bestellen. En bij bol.com heb je ook zo'n plaatje. En dan heb je zo'n dat je erin met een soort boekje in het kleine. Dan kan je erin kijken. Ik heb via Sweek, daar is hij dus op te koop. Heb ik ook een pagina. Dan kan je de eerste 2 of 3 hoofdstukken lezen. Dus helemaal geweldig. Ga gewoon kijken. Het is echt een leuk boek. Zo, het is ik denk 4 uur. Oh, iets voor 4. Ik heb mijn bed opgemaakt vandaag. Kijk. En verschoond natuurlijk. Niet alleen opgemaakt. En verder ga ik nu even naar beneden. Om iets te eten. Want dat heb ik nog niet gedaan vandaag. Ik heb gefilmd. Dit werkt echt niet. Oké, zo. Ik heb gefilmd dan voor mijn film. En verder, ja, ik kan de trap niet aflopen zonder dat ik de leuning vasthoud. Dus dan moet ik weer binnen. In ieder geval, verder heb ik niet zoveel gedaan vandaag. Ik heb voor mijn film, mijn intro ben ik mee bezig. Maar dat duurt lang en het is veel werk. En ik heb iets bedacht dat gewoon moeilijk is. Maar ja, dat doe ik wel vaker. Zo, jongens, ik ben klaar met datgene waar ik echt gewoon bijna de hele middag bezig mee geweest ben. En nou ja, wacht. Ik ga een heel klein stukje laten zien. Er zit verder ook nog geen geluid onder. Maar hier ben ik zo'n beetje de hele dag mee bezig geweest. En alleen dat, hè. Niet eens de rest van de edit. Alleen dat, wat jullie net zagen. En nou ja, daar ben ik dus een beetje de hele dag mee bezig geweest. En het is nu klaar. En ik weet niet, ik zit er nu naar te kijken en ik denk, nou, het is nog niet helemaal lekker. Maar
goed genoeg om te gebruiken in ieder geval voor in deze edit. En dan kan ik later nog kijken van, het past toch niet of ja, het past toch wel. Ik moet hem aanpassen of niet, maar ik hoop van niet, want het is echt heel veel werk. Vertel. Ik nog eens. Ja, vertel kom. Papa, waarom moest je nou zo lachen? Je bent geen chili. Hij heeft gemeen. Kijk naar dit. Dit ja, maar, je toch niet? Kijk, ik vind dat ook gemeen, want we zijn hier met z'n vieren en je koopt zo'n kleine zak voor allemaal. En Sian die heeft een zak, een partyzak, die ligt daar. Eigen geld. En hij deelt niet! Ik wil bijna naar de make-up kopen om een zakje voor mezelf te kopen. Wat? Gaan we naar de make-up kopen? Dat zei ze al. Ja, dan gaan we een make-up kopen. Ja, hij denkt dat ik verkopen. Oké, nee. Ik stoot in mijn hoofd. Ik koop alle... Neem wel inhoud mee en verkoop de winkel. Ja. Voor meer dan de inhoud er al bij. Ik denk dat er binnenkort zat winkels te koop zijn, ja. Weet je wat ik zou doen met een leegstaand? Heel veel keuze. Winkels, weet je wat ik zou doen met een leegstaand pand? Ik zou er een filmstudio van maken. Elke winkel worden. En elke winkel kan een restaurant worden. Ja, ik zou klem al bouwen, een bol al bouwen. Zo, wie komt de winkel en onderhoud? Ik heb niks genoeg geld. Als we een bollenhal van maken? Ja. We eten boerenkool. En ik hou niet van boerenkool, dus ik had expres wel weinig opgeschept. Zou ik een beetje opgeschept voor je? Nee. Maar ik heb vlees, honger. Maar ik vind het niet lekker. Ja, daarom liggen hier twee dingen. Maar die vind ik ook niet lekker, want mama heeft ze bij de spekjes gegooid. Nee, je ziet ze dik. Doe een hoekkapje op. Moet je zelf weer dan. Kijk, een mooi rood kleurtje. Ik ja, word niet rood. Ik word niet rood. Wel, ik meen het, hè. Ik was dus laatst heel erg boos op mijn leraar. Mijn lerares trouwens. Ja, maar jij wit. En als je CO2 gisteren hebt, voor je rood. Roos. Toen heb ik dus serieus. Normaal iemand wordt eerst boos. En dan wordt boos, dan wordt hij eerst rood. Ik heb het hele deel rood worden overgeslagen. Ik was lijkbleek van woede. En toen had ze echt heel erg geluk dat ik... dat ik aan het chatten was met een vriendin, met Alicia, jullie weten wie dat is. En zo, van, als ze niet weer een kutopmerking maakt, dan scheelde ik er helemaal uit. En, maar toen wilde ik dat dus gaan doen. En toen ging ze precies op dat moment alweer door. Ze maakte wel een kutopmerking, maar ze maakte dus een kutopmerking over dat van ons. Toen vervolgens nog over iemand anders en toen weer over iemand anders. En toen was ik te laat met mijn microfoon überhaupt vinden, want mijn team is veranderd, dus ik wist niet meer. Ja, al stap boven, ik dacht dat komt in de kwijt. Ja, precies. Ik zat echt van, huh? Dus ik, maar in die tussentijd was ik wel weer iets gekalmeerd. Maar ik was wel echt in staat om dat mens tot huilen, tot de zenuwinzinking of zo te krijgen. Ik was echt heel boos. Ja, dat snap ik. Ja. Iemand anders nog iets te vertellen? Ik reed op. Sophie. 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 Armkind. Hey jongens, ik ben chronisch verloren met Mario Kart. Dat wou ik nog even mededelen. Voor de rest is het zondag. Ik ga zo mijn vlog editen. Dus hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan hopelijk tot volgende week.